De verkregen brief van de heer Kalai Khan heeft voor wat ruis gezorgd onder de belanghebbenden, zegt Guno Kastelen, voorzitter van de Surinaamse Surface Station Exploitantenbond SSEB, over de 5% BTW op de benzineprijzen die naar aanleiding van de gelijknamige belastingwet moet worden geheven. Volgens Kalai Khan heeft de brief van de belastingdirecteur een duidelijkheid gebracht onder de pomphouders. Die brief heb ik gedeeld met binnen het bestuur van de SSCB en daarna met de leden. En natuurlijk was dat een en al verrassing. En het enige wat ik daarop kon zeggen aan de leden is dat een wet van openbare orde is en dat we als burgers ons dienen te houden aan wat de wet zegt. En in dit geval zegt de wet in ieder geval dat 5% belasting moet worden ingehouden op benzine. Dus de benzineprijs is 5% duurder. Als ik de brief mag geloven van welke ik heb onder oog heb kunnen krijgen van go-to retailers, hebben ze dus die instructie ook gehad. Met de mededeling dat de overheid nog voorlichting zal geven, voorlichtingssessies, zodat mensen weten hoe om te gaan. Want de wet is één, belasting is verhoogd, prijs is verhoogd, een hogere druk op die burgerij. Maar twee is, dat moet worden afgedragen. Hoe moet dat worden afgedragen? Is dat per dag, per week, per maand, per half jaar? Kastelen hoopt dat de regering met de extra financiële middelen de juiste correctiemaatregelen naar het volk toepleegt. Ik hoop dat de regering met deze extra druk dat ze op de samenleving uitoefenen de juiste correctiemaatregelen zal toepassen om de minder bedeelden en de mensen die het hoofd niet meer boven water kunnen houden, om die wel toch op te vangen omdat de overheid nu weer een manier heeft gevonden om gelden uit de samenleving extra weg te zuiveren. En dan moet dat weer gepompt worden. Het zijn gezondheidszorg, het zijn onderwijs en het zijn opvang van de burgerij, de sociaal zwakkere mensen met een beperking, oudere mensen en mensen zonder inkomen, zonder arbeid. De voorzitter kijkt reikhalzend uit naar een voorlichtingssessie vanuit de regering. Het is zaak dat de overheid de samenleving informeert over hoe dit in de praktijk moet werken, aldus Kastelen.